When I was 15 years old, my father said to me, I want you to go to Belgium and learn the Belgian grape business. I did not know that there were 33,000 greenhouses there. I came out at the station and it was like a mirror, all glass one could see, nothing but glass. I couldn't believe so many, but it is true, they were there. I've seen them with my own eyes. In de jaren net dat de een guide mij geweest, hè, dat de weddenstijl onder Veloz dat er alle kanten staan. Hè. Op de gemeenteplein van Oelaat waren op een zeker moment 9 verschillende banken. Dat zegt genoeg. Als je met iemand van Oelaat vroeger wilde trouwen, dan moest je eerst vragen, je hebt toch serren, hè? Maar nu niet meer. Dat is gedaan. Aussi, Oelaat est il réputé le village le plus riche de Belgique. Et cette richesse va s'étendant sur les communes voisines. Je suis belge avant tout. Voilà. Je ne vais pas prendre des raisins italiens quand il y en a à Oelaat et au Verrez, c'est bon. Ik denk dat we in Oelaat nog met 15 kwekers zijn. Waren er misschien 1000, nu nog 15, zo dus. Als je, ach, je zou al die beelden, al die periodes moeten op film zo hebben en die allemaal naast elkaar laten aflopen, zo zeggen, kijk, dat mensen zouden hun mond openvallen. Hè. Dan zeg maar, allee, hoe kan dat nu op zo'n korte tijd? Hè? Ja, want de draven, ja, het heeft maar goed 100 jaar bestaan.